Vroom Betonbouw richt zich op het aanbieden, leveren en aanbrengen van prefab betonelementen voor funderingsconstructies en in het werk uitgevoerd traditioneel betonwerk. Prefab betonbouw wordt vaak aangeboden in combinatie met paalfundering. Op verzoek verzorgt Vroom ook het maatvoeren van de complete fundering tot en met de begane grondvloer. Bij gecombineerde opdrachten van paalfunderingen en prefab funderingselementen komen de voordelen van prefab bouwen in beton optimaal tot z'n recht. Nadat Vroom Betonbouw de complete funderingsconstructie heeft opgeleverd, kan de aannemer voortvarend vanaf de begane grondvloer verder bouwen. Vroom Betonbouw biedt een uitgebreid assortiment prefab funderingselementen aan. Wat begon met het stellen van funderingsbalken, werd al snel uitgebreid met bergingsvloeren en liftputten. Ook keerwanden, ribcassetten en kanaalplaatvloeren. Kelders en de poeren en plintstukken voor dit geluidsscherm maken deel uit van het specialisme. Bouwen in prefab beton verbetert de efficiëntie in het bouwproces en komt de maatvastheid en de constante kwaliteit van het eindproduct ten goede. Faalkosten op de bouwplaats nemen af en de bouw verloopt aanmerkelijk sneller. Vroom Betonbouw denkt mee en speelt in op specifieke wensen. Naast standaard horizontale sparingen zijn er ook andere specificaties mogelijk. Bergingsvloeren kunnen worden voorzien van sponningen voor opgaand metselwerk. Voor het monteren van de prefab elementen wordt eerst een stekeind in de paalkop aangebracht. Vervolgens wordt de paalkop met behulp van een manchet op hoogte opgestort. Daarna volgt het stellen van de funderingsbalken. De balken worden met gietmortel gefixeerd. En tot besluit kunnen ook de vloerelementen worden geplaatst. Prefab betonelementen worden door Vroom Betonbouw ontworpen, onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd en geleverd met een COMO-certificaat. Prefab bouwen zorgt voor optimale arbeidsomstandigheden. Met twee stelleurs kunnen de elementen worden gemonteerd. Vroom Betonbouw is veelvuldig in een vroeg stadium betrokken bij projecten, zoals hier bij seriematige woningbouw. Ook in de utiliteitsbouw, recreatiewerken en weg- en waterbouw is Vroom actief en voor dit bijzondere geluidsscherm langs de A7 zijn eerst de prefab betonpalen ingeheid en nadien daarop de prefab poeren en plintstukken gesteld. Vroom Funderingstechnieken staat u graag terzijde met een advies of een aanbieding op maat. Ga naar de website voor het downloaden van de brochure of een online offerte aanvraag.